Ze zijn wel aan het filmen. Dat is raar om terug te vloggen en vooral. Het is heel anders dan vroeger. Ik moet eigenlijk nog naar het toilet. Ik moet nog een sandwich eten. Want de opnames zijn van 5 tot 8. Oké, ik ga mijn door doen. Daag! Hé, dat stopt hier niet. Oké, we zijn klaar. Ik heb mij quick klaargemaakt. Ik denk dat het misschien 10 minuutjes te laat gaat zijn, maar it is what it is. En wel, moet jij naar buiten? Flippie doen? Ja. Oké, niemand is geïnteresseerd in Nugget die plast. Maar ik heb trouwens verse soep gemaakt. Het is zoete puntpaprika met zoete aardappel. Kijk hoe cute, die zijn nieuw. Maar hier moeten we nog kijken voor tegeltjes. En kijk hoe leuk dit is. Dat is zo rubber en dat is voor mijn AirPods. I love it. Ik heb niet veel tijd om... Ik heb hier wel nog... Ik denk dat ik dat ga opeten onderweg. Oh, ze is aan het katten. Oh no, dan moet ik het ook nog afvegen. Oké, hello my friends. Ik wil jullie een beetje stabiel blijven staan. Ik heb het gevoel van niet. Maar, godverdomme, die batterij is al bijna plat. Goeie start van dit nieuwe vlogding. Even een quick update. Ik ben 3-4 jaar geleden gestopt met vloggen. Omdat het niet echt meer mijn ding was. Ik kon er geen tijd meer voor maken. Dit ook al echt lang. Ik denk dat ik 6 jaar gevlogd heb of zo. En ik was beu. Ik bewerkte alles zelf. Nu, voor zover dat ik weet, ga ik ook alles zelf bewerken. Dus in momenten dat het kalmer is, kan ik dat perfect. In momenten dat het drukker is, kan ik niet beloven dat er een vlog online komt. En vandaar wil ik er ook geen datum op plakken. Ik wil niet zeggen om de week, om de 2 weken of elke week. Dat wil ik niet. Ik ga een vlog plaatsen wanneer dat mij lukt om te plaatsen. En ik ga proberen om wekelijks iets te plaatsen. Maar ik kan dat ook niet beloven. Mag ik eigenlijk aan het opnemen? Ja. En in die 3-4 jaar is er redelijk veel gebeurd. Ik ben verhuisd. Ik woon al 1,5 jaar in mijn huis. Dus dat ga ik sowieso ook nog vloggen. Een soort van house tour doen. Want dat was altijd initieel de bedoeling om een house tour te doen op mijn YouTube channel. YouTube channel, dat klinkt zo old school. Maar dat is dus nooit. Dat is dus nooit gebeurd omdat ik gewoon stop ben met vloggen. En ja, ben ik redelijk excited om er terug in te vliegen. Het is echt lang geleden. Ik heb net al mijn YouTube helemaal aangepast, mijn banner aangepast, mijn informatie aangepast. Alles staat weer tiptop in orde. En ja, ik ben eigenlijk echt blij dat ik terug gestart ben. Ik heb het ook wel gemist, maar er waren gewoon periodes dat het te druk was voor mij en dat het niet meer haalbaar was. Maar ja, ik ben heel excited. Morgen, by the way, heb ik een operatie voor mijn wijsheidstand. Mijn 4 wijsheidstanden worden getrokken. En zaterdag zijn de kastaars. Dus ik weet niet hoe dat ik er ga uitzien. Of dat ik nog gezond ga zijn of niet. Maar ja, we zien wel. Het zou wel weer typisch zijn voor mij. Moest ik nog gezwollen zijn. En nu ben ik onderweg. Oké. We zijn terug. En nu ben ik onderweg naar VRT, want daar heb ik opnames met Bert. Bert met de A van Tackel. Die kan mij net helemaal wachten. Ja, en de Lido. Dag. Voor Make Up Your Date. Maar ik ga niet te lang meer vloggen in de auto, want de camera staat niet stabiel. En ik moet nu nog 1 uur en 12 minuten. Ik heb ook al triple mondje, want ik weet niet wat zit met jullie. Maar in mijn agenda staat er om 5 uur in de VRT gebouwen. En dan moet ik nog 20 keer chatten in mijn mails of dat wel om 5 uur is en of dat wel in de VRT gebouwen is. Want ik ben echt paranoia. Ik noteer het correct, maar toch denk ik dat het niet correct is en moet ik alles nog 20 keer chatten. Zo ben ik. Dus anyway, ik zie jullie in Brussel. En ja, welcome back to my channel. Oké, ik sta in de file. Het is nog 8 minuten rijden. 8 minuten rijden en ik sta blok vast. Maar ik wil ook nog vertellen, als ik jullie even hier zetten. Ik had vandaag, het is eigenlijk heel persoonlijk, maar ik heb het ook gedeeld op mijn Instagram. Ik had vandaag eigenlijk mijn eerste afspraak bij de gynaecoloog. Om een of andere reden heb ik dat altijd uitgesteld, omdat ik echt een dikke scheidluis ben. En het viel super goed mee.
Dus bij deze wil ik jullie ook meedelen. Als je bang bent voor zoiets, just go for it. Stel echt niks voor. En ze heeft mij echt op mijn gemak gesteld. Ik heb ook gezegd, want het is mijn eerste keer. Ik heb redelijk veel stress. And she totally understood. En ik ben heel blij. Dus ja, bij deze wil ik dat ook nog even laten weten. De file gaat zo traag. Brrr. Ik haat file. Als er iets is dat ik echt met heel mijn leven haat, is het file. En mensen. Ik ben ook niet zo'n fan van mensen. Ik ben dus aangekomen aan de VRT gebogen. Het stond echt, ik moest normaal op de parking rijden, want er stond... Ik weet niet of je mij gaat horen met de wind. Want er stond een klojo voor mij. Ik heb daar 10 minuten staan wachten en die movede gewoon niet. Dus ik heb mij ergens anders gezet dan dat ik moest staan. Maar anyway, we made it. Good vibes only. Maat. Opnames. Opnames voor... Make-up dates. Het beste programma op VRT Max. Featuring... Me. Ja. Nu moet ik weer de klep uithalen. Ja, het is nog even ontwennen. Ik ben nog pas sinds vandaag gestart. Maar hier zijn we dan, ja. In de VRT-gebouwen. Ik ben zijn date voor vanavond. Ja, zeker. Ik heb wel hoge verwachtingen aan trouwens. Ja. Denk je dat dit mijn beste aflevering gaat worden? Ja. Ja? Ja. Doe, hè. Ja. Wees grappig, vertel mopjes. Ah, sowieso. Lordjes. De opnames zitten erop. De make-up is er ondertussen alweer af. Maar heb je het gefilmd met make-up? En we zijn aan het frotten? Nee, heb nee. Heb je het gefilmd met make-up? Stom. Nee. En dat is waar, maar jij mag dat nog niet weten. Nee. Oké. Okay. Ik ga nu naar huis. Weet jij de weg? Nee, hè? Nee. Oh. Hallo, wegvlog. Dag. Dat was een superkorte kennismaking, maar ik vond het super wel leuk. Ik ga nog een keer mijn pipi doen ook. Oei. Ik voel het. Ja. We zijn thuis, maar ik had nog super veel honger. Ik wou stoppen aan een drive-in, maar het stond zo vol. Dus heb ik nog 4 burgertjes dat ik in de diepvries heb zitten, opgewarmd. En dan ga ik nu nog opeten, want ik heb zoveel honger. En plus morgen die operatie van mijn wijsheidstand. Ik druk op een bal. Ik heb een tonijnsalade. En een sandwich. Gaat ze in een vet hebben. Burger. Dat is ook opgedaan, dat heb ik gekocht. Dus dat is voor op mijn gsm te plaatsen. Super handig. Die is ook opgeladen. Alright. Het is 6:36. Ik ben onderweg naar het ziekenhuis om mijn wijsheidstand uit te halen. Eigenlijk was ik redelijk vergeten dat ik het moest doen dan morgen. Dus ik had geen stress. Totdat die wekker afhing. Dus het is niet dat ik slecht geslapen heb of zo. Maar ik ben wel moe. Het is veel te vroeg voor mij. Oh, ik ben benieuwd. De vlogcamera is volledig opgeladen. Ik heb wel een Actimel gedronken, omdat ik iets te veel dorst had. En ik drink elke ochtend een Actimel. Dus ik heb een Actimel gedronken en ik moet eigenlijk een nuchtere maag hebben. Dus we zijn nu over een hoe 13 minuten ongeveer zijn we in het ziekenhuis. Ik ben benieuwd naar dit paashaasje. Dit is de nieuwe mode voor 2024. Dus ja, nu moet ik wachten. Om 7:45 gaan ze mee slapen. Oké. Okay. Hallo. De operatie zit erop. Ik kan niet zo goed babbelen. Maar... ja. Een beetje wijsheid je minder. Mijn tanden liggen eruit. Ik heb wel een ijsje gegeten. En nu moet ik nog even wachten op de dokter. Nou, we gaan naar huis. Vrolijk Pasen. Veranderd van kamer. Voilà, ze. Ik ben vertrokken. Ik heb ook mijn afspraak. En maak weer het anders voor mijn wiki. En nu naar huis, een beetje aan knuffel met Nugget. Een ijsje eten als middagmaal. Een ijsje eten als huurtje. En dan vanavond ga ik of mijn soep, want ik heb gisteren verse soep gemaakt.
Maar misschien best dat ik hem opdrink koud of heel low. Ik ga het nog zien. Maar ja, ik ben blij dat ik wel ben. Ik had het wel gezien. Ze waren wel onwervriendelijk. Ik mag echt niet klagen. De beesten waren echt zo lief. Cute. Oké, ik heb even dat ding afgedaan, omdat het moet verkoelen. En ben naar de apotheek geweest voor nieuwe, zodat ik het kan afwisselen en in een rollement werken. Maar we zijn ondertussen bezig. Ik ben al aan het stofzuigen en aan het doen. We zijn bezig. Kijk, dat is eigenlijk... Dat zou onze nieuwe lamp hier worden, in plaats van dat gedrocht dat daar hing. En ik vind dat eigenlijk wel goed. Let niet op mijn DE, nu gaat hij vanmorgen op bed geplast. Maar ik vind dat wel leuk zo. Past ook, want ze zijn ook kijken voor een nieuwe salontafel in Mortex. Dus dat zou dan meer zo ovaal zijn. Ik vind het wel leuk. En dan hier een poefje. Ook in kaki lijkt de lampkap. Dus dat is eigenlijk wel perfect, want ik wil ook een kleur van poef. Niet in hetzelfde kleur. Trouwens, hoe leuk zijn die kussens hier? Dat lijkt van mijn Sony, maar dat is van Junto. Ik heb er 3. Vind ik echt mooi. En deze van, ja... Obviously West Wing. Alles komt van West Wing bij mij. Nou wel. Rikkie pipi plek. Rikkie pipi plek. Maak een zoen op mijn wang. Maak een zoen op mijn wang. Mo, kleine. En op die wang? Op die wang? Dat is mijn neus. Er zijn pakketjes toegekomen en dat heeft mama komen inbrengen. Als ik de doos tenminste open krijg, anders krijg ik nog een crisis. Ik heb net een crisis gehad. Goh, ik was niet aangenaam. Maar ik ben er al een beetje door. Een klein cadeautje voor de mooie content die je maakte voor L'Occitane. Geniet van de L'Occitane Chia collectie. Oh, hoe mooi is die verpakking. Shower cream, sensitive skin en repairs dry to very, very dry hands. Oh, de klassieke verpakking. I love it. Oh, superleuk. Thanks, L'Occitane. Weet een spaghetti en ik heb hem met super klein gedaan, zodat ik hem ook kan opslorpen. En ja, want ik heb testen dat het lukt. En dan ga ik terug icepacks opleggen. Ik heb nieuw aan. Ah ja, maar ook blauw. Recht uit Kroatië. Kamal laat het initiatief voorlopig aan zijn mentor Caroline. Dat is lekker. Works like a dream. En ik hoor mijn spaghetti. Dit is leven. Good morning, my friends. Vandaag zijn we dag 2 en het is verschrikkelijk hoe dik dat zit. Maar ik heb nog een heleboel pakketjes in te laden, omdat ik laatst een giveaway had georganiseerd. En die gaan we nu inpakken. En dan ga ik die laten versturen door de post, zodat ze snel bij de winnaar zijn. Ik kan niet zo goed ademen. Dus ik ga dat ook allemaal niet filmen. Ik wil wel tonen wat ik deed, want nu ga ik die pakketjes doen. En ja, ik zou eigenlijk moeten rusten, maar ik heb bijna niet geslapen vannacht. Mijn mond van minst ook zo dik. Ik ben niet aan het zweten. Ik heb mijn skincare gedaan, of course. Dus ja, we gaan nu die pakketjes in dozen steken, dat die kunnen verstuurd worden. Dus dit is mijn hoofd momenteel. Gisteren was iets erger. Het is aan het beteren, maar overmorgen zijn ik al staar. Ik heb geen idee hoe ik dat ga fixen. Dus ik denk dat ik gewoon met zo'n beterkop ga moeten toekomen. Een beterkop komt van het woord biet, een bietenkop. Het is geen compliment als er iemand zegt tegen jou een beterkop. Maar, ja. Dus, ik heb me vanmorgen al gedoucht, maar ik heb dan mijn haar ingeolied. Want ik heb mijn haar al niet meer gewassen sinds vorige week vrijdag. Omdat ik bezig ben met een soort van cleanse om mijn haar langer te kunnen proper houden zonder te wassen. Dus heb ik er vanmorgen olie in gedaan. Die video staat op mijn TikTok, wat ik allemaal gebruik. Ik ben geen expert, as you can see. Heb ik niet genoeg haar om expert te zijn, maar dat is gewoon hoe ik mijn routine doe. Tips zijn altijd welkom. That's how we support each other. Dus nu ga ik mij wassen. Ik ben wel blij, want gisteren waren de blauwe plekken echt heftig. Nu zijn ze veel minder. Ik denk dat ik eigenlijk wel nog een beetje recup heb. Om misschien een beetje mijn dressing op te
Check trouwens de logeerkamer. Dit is een ramp. Ik kan niet meer met mijn hoofd. Het is een nieuw tapijtje. Ik heb dat gekocht op zo'n cheap ding. Het is echt nice. Het is echt super. Sleren. Dit is zo voor je zakdoeken in te steken. Ik heb dat gekocht in Must Have en Knokken. Dat is van het merk Apparie. En ik vind dat gewoon zo cute. Ik heb die beneden nog in het licht beige. Beige. Maar ik zie dat super schuttig. En ja, ik vind het echt mega mooi. Ik hoop dat mijn hond niet gaat plassen op dat nieuw tapijt. Want ze is wel een beetje gevoelig aan zo'n harige ding. Deze ramp opkuisen, dat zijn allemaal verse kleren. En nog producten dat ik moet opruimen. Dus we gaan dat samen doen. Ik heb ook geen adem. Dat ga ik straks aandoen, want dat heeft een hoge kool. En ik hoop dat je mijn hoofd niet gaat zien, want ja, embarrassing. Ik weet eigenlijk niet of ik ga blijven vloggen, voor mij zo lelijk. Oh, ik ben zo blij. Ik heb een volledige refill van de producten. Oef. Van de producten van Caudalie. Dus nu heb ik het volledige assortiment. De dagcreme gebruik ik al. Maar nu heb ik ook de nachtcreme, de serum en de oogverzorging. Which I love. Dat is echt niet normaal. Niet normaal, jongens. En van MAC heb ik ook productjes ontvangen. Maar hoe zijn het nog even bekijken? De Hyper Real Fresh Canvas Cleansing Oil. Ik heb gezien op TikTok dat je met cleansing oil je meeeters zo eruit kan wrijven. Of dat dat werkt, weet ik niet, maar ik ga dat wel een keer testen. Dit is de Hyper Real Fresh Canvas Crème to Foam Cleanser. En dit is de Skin Balancing Hydration Serum. Poeh! Mijn cleansing... Nu gebruik ik er twee van Caudalie. Die zijn bijna op. Dus dan ga ik denk ik die gebruiken. Fresh Canvas Cleansing Oil. Aan de ene kant vind ik het een beetje stom dan mijn eerste vlog. Mijn comeback. Dat ik er zo uitzie. As you know me. Dat is leven, hè. Volgende maand ga ik op skireis. En dat is niet lang meer. En check wat Caudalie heeft uitgebracht. Een stick. Een zonnestick. En ik ben... super excited om die te gebruiken. Want dat is super nice. Is gewoon die stick. SPF 50. The face is important, my friends. We onderschatten dat echt allemaal, denk ik. Dus voilà. Ik ga mij nu klaarmaken. Ik ga mijn haar wassen. En dan zie ik jullie eens weer terug. Oké, vrienden. Ik kom net uit de douche. Het was zalen, wederom. Ik heb nog nooit een douche, weet niet, die zalen was. Maar... ik heb het net gaan... ik heb het net geannounced op Instagram. Maar het is eigenlijk bijna zo opnieuw. Maar ik heb het net gedeeld op mijn Instagram. En ik weet niet hoe hard dat ik mijn gezichtsexpressie ga kunnen gebruiken. Maar het is bijna zo opnieuw. Ik vind het wel super zo opnieuw. We staan deze zomer op Tomorrowland. Oh, ik kan niet te ver bij mij. Hoe zot is dat? We zijn super blij en super trots op onszelf. Dat we er deze zomer staan. Meer info gaan sowieso nog volgen, maar... nu was Vlaming op Tomorrowland. Zo heb ik dus vorige week vrijdag mijn haar gedaan. En dan heb ik het zo gelaten tot vandaag eigenlijk. Ik heb het niet gewassen tot vandaag. En ik ben best wel trots. Ik ga nog even mijn haar ondersteboven doen. Vanaf mijn haarlak. Voilà. Veel haar ineens. I wish, maar fake it till you make it, guys. If I can do it, you guys also can. Zie je dat ik zo een beetje op mijn zit laat? Oeh, ik heb precies geen dikke kaken meer. Ja, vandaag is de day van de kastaars. En ik ben al heel de ochtend aan het sturen met Elodie en met Elodie en Anastasia. Omdat ik nog altijd een gezonde kop heb. We hebben een ding gevonden. Dit bijvoorbeeld, een ijsbad. Blijkbaar heel slecht voor je aders die kunt springen. Maar ik ga er toch op wagen. Wat, mijn hond moet nu naar buiten. Heel slecht voor aders die springen, maar blijkbaar wel goed voor een gezond gezicht. As you can see. Het is wel al een heel deel verbeterd. Hier valt het heel goed mee, vind ik.
hier gelukkig van de zon, maar hier ben ik echt kalkoen. Dus ja, kijk, ik ga mijn hoofd hierin doen. 20 seconden zeggen ze voor de eerste keer. Ik vraag me even of ik wat 20 seconden adem kan inhouden. Ik durf niet. Oh, koud. Ik durf niet. Fuck. Doe ik in orde. Fuck, ik zit maar al 5 keer op pijn. Ik zat maar al 5 seconden. Oh, het is zo cool. Oei, ben ik zo rood trouwen. Nog een keer 5 seconden. 3, 2, 1. Nee, het gaat niet. Nee, nada, niks voor mij. Die guy deed dat 20 seconden, hè. 20 seconden. Weirdo. Ik heb al ananas sap gedronken. Ik ga nu nog een beetje zelf smeren voor de blauwe plekken. Ik heb er al warmte op gehouden om worden. Ik ga gewoon als kalkoen naar de kastaar. Oké, we gaan dan beginnen aan de voorbereiding van mijn haar. Ik ga mijn haar krullen en in spelden leggen, dat dat goed kan intrekken. We lopen verloren. Nog een keer met droog shampoo. Ik zou eigenlijk dat moeten kunnen optrekken. Dat is wel een heel stuk mee van. Mijn haar is klaar. Nu ga ik dat een paar uur zo laten. Dan ga ik mij straks schminken en klaarmaken. Omkleden. En dan moet ik naar Waregem, want daar hebben we afgesproken met Elodie en Anastasia. En dan pitten we in Gent nog Jelle op. Woep woep, partybus. Het is time for make-up. Mijn gezicht blijft er blauw uitzien. En ja, niks aan te doen. Ik ga me schminken. Ik ga kijken wat ik ermee kan doen. En we zien wel. It is what it is. Het zijn er dingen in de wereld. Of course. Het sukt wel een beetje, maar ja. Sahi. Alright, we zitten in de auto. Elodie is aan het rijden. En we zijn onderweg naar Puurs. Woehoe! Ik dacht dat hij bij Frankrijk lag, Puurs. Ik zal dat nu al van links naar rechts rijden. Ja, ik ben aan zijn aan het zwaaien naar beneden vlog. Toen ik je zei met haar tape en zo, ben je dan haar sekstape. Een televisieprogramma. Iets waar ik nog altijd heel bijzonder zijn. Elodie. Amazing ones. Loving. Tuurlijk is het wel. Tuurlijk is het wel. Tuurlijk is het wel. Is dat voor de vlog? Ja, ik heb een camera op YouTube. Ik ben weer. Oh! Dat was zo leuk. We zijn zondag. Oh, ik zie er echt niet uit. Gisteren waren ik al staars, maar ik was eigenlijk redelijk vroeg thuis. Achter de show zijn we direct vertrokken. Omdat ik echt tandpijn had. En ik vond dat ik er echt gewoon uitzag als kak. Dus het is nu zondag. Zondag. Rustig. En morgen heb ik shoot van het Kruidvat. Voor mijn nieuwe collectie. Maar ja, dat gaat toch niet met zo'n beetje op. Dat vermindert echt niet een pijn dat ik heb, maar pijn. Ik ben vannacht wel wakker gekomen van tandpijn, dat kan toch niet. Mijn pijlen van Brugfijn zijn ook al op, ik heb er nog maar 2. Oh, zie je. Maar ja, morgen heb ik wel Ines als make-up. Dus ze kan echt zot goed schminken. Ik ben wel blij als zij er is. Anyhow, het is zondag, we gaan niet veel doen. Nu een beetje ontbijten. En dan zien we wel, het is wel een mooie dag, maar ik wil echt niet buiten komen in mijn hoofd. Bij de sute, ik weet het, maar ik vind het echt niet leuk. Oké, even. Elke zondag eet ik deze donut van Krillin. Die donut is niet normaal. Dat is echt mijn favoriete donut. Oh, ik krijg mijn mond er niet over.
Mm. Kleine doedoe. Ik ben nog moedjes, hè. Alright, vrienden. Super stom. Daarnet was ik gemake-upt, want we zijn gaan lunchen. En mijn make-up viel goed mee. De zwelling is al redelijk gezakt sinds vanmorgen terug. Maar ik ben dus mijn vlog aan het bewerken. En ik denk dat ik hem vandaag ga online zwieren. Ik weet het nog niet zo goed, maar ik denk van wel. Dus bij deze wil ik dus ook een einddingen maken voor mijn video. Er is nog heel veel werk aan mijn vlogs. Ik wil ook nog kijken voor een begingeneriek en een eindgeneriek. Maar ja, ik ben super blij dat ik terug aan het vloggen ben. En ik hoop dat je genoten hebt van de Jamie vlogs van 2017 ongeveer. Want als ik er zelf naar kijk, denk ik echt van, op een of andere manier groei ik toch wel niet op. Maar ik vind dat niet erg. Ja. Ah ja, ik moet ook stoppen met te zeggen. Want dat kan ik echt, oef, dat zeg ik iets te veel. Maar bij deze, merci om te kijken naar de vlog. Tot de volgende keer. Ik ga niet zeggen wanneer. En vergeet zeker niet van te liken en te subscriben. En tot de volgende. Mwah, love you.